Op donderdag 11 november, precies om 11 over 11, startte het carnavalseizoen. In Nijmegen gebeurde dat op de Grote Markt, door middel van het onthullen van het Marieke van Nimwegen beeld. Voor de Prins Carnaval van dit jaar natuurlijk een grote eer. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Zodra dit pak aangaat, dan neemt daar een magie van je over je lichaam plaats. Kijk, het is een jongensdroom van mij geweest. Ik ben ooit 30 jaar geleden, 1991, jeugdprins geweest. Ja, ik ben een ras carnavalist, ik ben een ras Nijmegenaar. Als je dan gevraagd wordt om Prins Carnaval te mogen zijn in de mooiste stad van Nederland, ja, dan is het gewoon fantastisch dat je Prins Carnaval mag zijn. En ja, hoe dat voelt, ja, één woord, geweldig. Roy de Eerste wist al een lange tijd dat hij Prins Carnaval van Knotsenburg zou worden. Ik ben eind maart 2020 al gevraagd om Prins van Knotsenburg te mogen zijn. Helaas, door alle bekende redenen, ik ga het woord niet eens noemen, maar hebben we natuurlijk carnaval 2021 overgeslagen. En nu afgelopen zaterdag was dan eindelijk daar het moment dat wij ons bekend mochten maken. Buiten de vier dagen die carnaval zelf duurt, heeft Roy de Eerste ook genoeg andere taken als prins. Mensen hebben bij carnaval altijd beeld dat dat vier dagen per jaar is. Het is niet alleen maar die vier dagen groot carnaval, maar wij bezoeken mensen die het steuntje in de rug kunnen hebben. Een morele steun. Wij bezoeken zieken in ziekenhuizen. Dat zal op dit moment eventjes iets minder zijn, maar dat hoort er ook bij. Wij bezoeken mensen die alleen zijn in bejaardentehuizen. En we hebben carnavalszittingen. Er zijn zoveel diverse activiteiten buiten die vier dagen carnaval om. Op veel plaatsen in het zuiden van het land werd de 11e van de 11e afgelast vanwege de oplopende coronacijfers. In Nijmegen was dat dus niet zo. Wij hebben dat wel door laten gaan in goed overleg en met de gemeente en met de vereniging. Omdat het kleinschalig is en kort programma buiten en op 1,5 meter. Iedere plaats, iedere carnavalsvereniging neemt zijn eigen overweging om het door te laten gaan of niet door te laten gaan. En dat is ook afhankelijk van hoeveel mensen er komen. Als hier 10.000-15.000 mensen zouden komen, had ik het waarschijnlijk ook afgeblazen. De prins heeft er in elk geval al heel veel zin in. We hopen natuurlijk dat er een heleboel kan. We weten ook dat de gezondheid van iedereen voorgaat. Dat is belangrijker dan carnaval. Als we de aankomende maanden de getallen wat positiever worden, dat we eind januari, begin februari kunnen gaan knallen met z'n allen.